Hartelijk welkom op deze, laten we gewoon weer zeggen, hele bijzondere bijeenkomst. Wij vieren ieder heugelijk moment bij het zwembad, maar dat kunt u zich natuurlijk ongetwijfeld voorstellen. Enige maanden geleden stonden we hier met het bouwbord zeg maar, te openen. Dat is eigenlijk een beetje de eerste paal. Nu is het moment denk ik nog veel bijzonderder, want we staan hier dus op een bouwplaats waar al heel hard gewerkt wordt, waar we al heel veel kunnen zien hoe het zwembad straks gestaag vordert. En voor ons staat de duiktank die straks ingeladen wordt. En hoe mooi kan het zijn om inderdaad zo'n heugelijk feest te vieren. Fijn dat u in grote getalen bent gekomen. Hadden we ook gehoopt. En gelukkig is er inderdaad gebeurd. Een speciaal welkom. Ik wil nog eventjes, Tino heeft het ook al gedaan aan Gerard Hekkensen. Met die vertegenwoordigt namens CZSK. En we maken het samen straks ook met handeling. Dus we gaan kijken of we dat samen gaan redden. Het zwembad, we hebben toen gezegd van goh, het zou heel erg mooi zijn om daar samen natuurlijk weer met Defensie voor de stad te gaan, maar dan ook een eigen duikvoorziening in het zwembad te krijgen. De gedachtesplinten zijn toen ontstaan en op een gegeven moment was het zo, het zou een diepe bassin, er zou een extra verdieping komen van 6 meter en daarna zou de duiktank ingeplaatst worden. Nou, op zich een hartstikke mooi plan, maar exact het plan, hè, dat je het zo goed kan gebruiken, dat iedereen zeg maar gebruik van het zwembad kan maken, dat had ook beperkingen. Iedereen is hier aan tafel gegaan, gemeente, Defensie en de exploitant. Op een gegeven moment is het bedacht, wat zou het mooi zijn als we zeg maar een standalone van die duiktank zouden kunnen maken, zodat in de samenwerking iedereen er gebruik van kan maken. En ik mag wel zeggen, het is uniek voor Nederland, het is inmiddels uniek zelfs voor Europa. Dat komt natuurlijk door de samenwerking, de civiele en maritieme samenwerking. Daar zijn wij als gemeentebestuur in Helden heel erg blij om en ook wel trots op uiteraard. De samenwerking tussen marine en gemeente is ook heel erg belangrijk. En we hebben van de week een mooi voorbeeld gehad van Vliegveld de Kooi, die 10 jaar open. Dit is een prachtig voorbeeld van die samenwerking. We zijn natuurlijk volop bezig met de haven, om daar ook die samenwerking tussen civiele en het maritieme gedeelte op de stand te laten komen in Den Helder. Nou, vandaag de duikteam, daar zijn we hier voor bij elkaar. En ook dat is een heel bijzonder iets. Er zijn vandaag ook weer heel veel technieken uitgelegd. Het is mij ook gezegd dat het een heel speciale, dat er een luik aan de onderkant zit. Een soort opening straks, het lijkt op een opening van een duikboot. Zodat ook dat soort oefeningen gewoon zeg maar uitgevoerd kunnen worden. En dat is helemaal nieuw. Volgend jaar zomer 2013 is de feestelijke opening van het zwembad. Dan hoop ik u weer met z'n allen te ontmoeten en met u misschien nog veel en veel meer mensen. Ik wil eigenlijk alleen nog maar iedereen bedanken die tot zover heeft meegewerkt. En het grappige is dat we ook weer hebben een stuurgroep die dan iedere maand of 2 maanden vergadert. En daar ook terugkoppeling van krijgen. Heel veel mensen uit die stuurgroep komen al regelmatig op de bouwplek. En dan wordt die terugkoppeling en dan wordt het vaak gezegd van nou, alle mensen die wij spreken, die hier werken op het terrein, is gewoon opvallend dat ze zo trots zijn op hetgene wat ze hier maken in Den Helder. Niet alleen de bouwers, zeg maar, of van het zwembad zelf, maar ook alle specialisten die bezig zijn met de duiktank. Nou, ik ben er zelf weer heel erg trots op natuurlijk, dat u dat gevoel heeft en ik hoop dat u het houdt. Dan hebben wij dat ook, dat we met z'n allen iets heel moois gaan doen maken. Ik geef u nog even het woord voordat we op de knop gaan drukken. Ja, graag. Goedemiddag, ik ben Gerard Hekkens, commandant van de Defensie Duikschool. En aan mij het genoegen en de eer om een openingswoord te richten bij de plaatsing en de doop van de duiktoren. Ik sta hier vol trots en ook een kippenvel moment dat ik hier binnenkwam en boven de plek zag hangen. Want het is een moment waar we met z'n allen lang naar uit hebben gekeken. Ik moest dan ook denken, zeg maar, dat ik over de openingswoord mocht nadenken aan de woorden die Neil Armstrong in 1969 uitsprak toen hij de maan opging. Een kleine stap voor de mens, een grote stap voor de mensheid. Van andere woorden van grote, maar dat geldt hier een kleine stap voor de mens en een grote stap voor het duikbedrijf. Die vergelijking is niet alleen omdat hij net door de lucht is gehezen als een Apollo boven de plek. Maar bovenal vanwege de dimensie waarin wij opereren als duikbedrijf en als onderzeedienst in een vijandige omgeving waar we niet thuis horen. En die omgeving moet dus compleet zijn met veiligheidsmaatregelen. Die veiligheidsmaatregelen, daar zijn we in 2000 over na gaan denken, aan aanleiding van een aantal ongevallen.
die er gebeurd waren binnen duikend Nederland. En toen hebben we als marine de duikopleidingen tegen het licht gehouden. En kwamen we tot de ontdekking dat wij ook konden verbeteren in de veiligheid, zelfredzaamheid binnen de duikopleidingen. Daartoe waren we gedwongen om naar Neustadt uit te wijken in Duitsland. Later moesten we uitwijken naar Nemo in Brussel. En hoe mooi zou dat zijn, dat was begin 2000, dat dachten we toen als we zelf zo'n tank zouden hebben. En dan is het nu zover. Dat is echt heel bijzonder. Die tank is niet alleen voor het duikenbedrijf. Onderin is al aangehaald de onderzeebootontsnappingstoren. Die veiligheid, daar kunnen we nu maximaal op oefenen voor de onderzeebootbemanning en voor de duikers. Want ja, dit is waar we het allemaal voor doen. Die astronauten die willen we veilig terugkrijgen aan de oppervlakte, op de aarde. Maar dat willen we de duiker en de bemanning van de onderzeeboot ook. En de duik is het moeilijk om te praten. Dus het oké-teken is de rechterhand dat hij de duik veilig heeft afgerond. Dat is wat we hier met elkaar willen bereiken met de duiktoren. Is die dan alleen voor de Defensie Duikschool? Zeker niet. Hij is ook voor dus de onderzeedienst, maar buiten de defensieonderdelen die er gebruik van zullen maken, 170 dagen per jaar, is die ook beschikbaar voor de brandweer en de industrie. Daar hebben wij ook nauwe contacten mee als Defensie Duikschool. We werken zeer goed samen met de NBWA, het Nederlands Bureau voor Brandweerexamens, vandaag aanwezig. De NVWR, de brandsvereniging voor de brandweer. En het Nationaal Duikcentrum, waar we een contract mee hebben om binnen de restcapaciteit in de klas, als de klas niet helemaal gevuld is, of de restcapaciteit in materiële zin, de faciliteiten aan te bieden tegen betaling voor het gebruik van die materialen. En dit is ook hier een welkome aanvulling voor. De populatie waar de doelgroep hiervoor is de onderzeeërs van onszelf. De onderzeebootontsnappingsluik zal ook gebruikt worden door de Defensie Duikgroep die robots inzet vanuit de onderzeeboot. De specialistische eenheden die vanuit de onderzeeboot, in de reclamefilmpjes heeft u wellicht gezien, met een scooter van het schip gaan vertrekken of met een boot van het schip gaan vertrekken. Binnen zijn er wat platen daarvan en de duiktoren voor de noodprocedures. Het is helders weer, het waait ook niet zo hard. Dus we moeten gaan. Totaal zijn het 2200 duikers in Nederland. 30.000 sportduikers in Nederland. Dus dat is de doelgroep waar die gebruik kan maken van deze tent. Dan wil ik zeg maar, ook een woord van dank uitspreken tegen de gemeente. En Defensie bedanken voor het realiseren van deze toren. De bouwers van de tuin en de firma Van der Wal, maar ook de firma Oosterwouder. De liefde was ook zichtbaar dat als we hier op het terrein kwamen waarmee er aan het object gewerkt werd. Voor mij geen bouwers, maar kunstenaars. En dan zijn er vanuit de projectgroep wil ik bedanken voor het realiseren van deze toren. En vanuit de Defensie zou ik willen bedanken Marco Lieversen, die zeg maar zeer nagedacht heeft over het vervolmaken van de ervaringen die we in andere torens hebben opgedaan. En Jos Bogaert, die staat denk ik aan de kant voor het optimaliseren van de onderzeedienst. Last but not least zou ik Hans Bruinewoud willen bedanken. Want zonder hem was deze toren niet geworden zoals hij nu is. Daar ben ik van overtuigd. Hij gaat ermee naar bed en hij staat ermee op. Dus ik kan wel Hans vragen om naar voren te komen. Daar staat hij. Ja. Ik wil je bedanken voor jouw inzet, je bevlogenheid, je professionaliteit. Dat is elke keer weer inspirerend voor mij. En ook voor mij een stimulans om door te gaan. Dus ik wil je deze overhand doen dat het een mooie plek krijgt. Dat is ook een afwisseling in de
wil ik nu overgaan tot de opening samen met de wethouder. En dan wil ik u dan vragen om een spreekje te Thank you.